Kijkers, luisteraars. In de studio uh, aangeschoven is Anita van Kruchters. is van uh, Petit Verbind. Dus kijken of de verbinding goed werkt. Anita, goedemiddag. Goedemiddag, Roger. De verbinding is perfect hè. Dank het je. werkt helemaal gewoon. Er is een klik. Lekker. Mooi. <laughs> Anita, je bent er niet zomaar. Want um, uh, Petit Verbind doet rondom het Glazen Huis, wat er uh, over een paar weken in Heerlen staat, uh, rondom Series Request. Uh, iets heel belangrijks. Want uh, jullie zorgen voor de bereikbaarheid en jullie zorgen voor de beveiliging. Lijkt mij bij zo'n mega evenement niet onbelangrijk. Um, de, hoe moet ik dat zien? Uh, staan mensen van security of uh, zijn er mensen die, uh, die andere mensen met elkaar. Verbinden? Nee, Gijntje, Leg even uit wat jullie precies doen. Nou, wij hebben voor een aantal maanden terug toen de hele actieronde om het Glazenhuis is opgestart, uh -huh. is er een hele een hoofdkantoor gevestigd om alle voorbereidingen te treffen. En hier hebben wij alvast gezorgd voor telefooncentrale, voor bereikbaarheid. Uh -huh. En met camerabewaking en IT-bewaking, dat, dat het ook allemaal veilig verloopt. Ja, dat is inderdaad eigenlijk alles wat het zegt. Hè? Beveiligheid, beveiliging en, uh, en, en bereikbaarheid. Je noemt ja. het eigenlijk al in één zin op. Ja. Hebben we het dan ook over het bewuste callcenter? Waar straks iedereen naartoe gaat bellen om geld te doneren? Ja, daar hebben we het ook over Oké. Okay. Ja. Mega-operatie dus? Ja, behoorlijk. En jullie zijn daar, want ja, over een week of vier is het evenement er. Hoe lang zijn jullie met die voorbereidingen nu al bezig? Nou, dat zijn we toch al. Uh een maand of vijf uh, mee bezig. Uh -huh. Maar eigenlijk eerder, ook met voorbesprekingen... en hoe we het gaan aanpakken en inrichten. Dus dat loopt toch wel al... Uh, alles bij elkaar, toch wel ruim een half jaar. Ja, is dat de eerste keer dat, uh, dat jullie zo'n uh, zo mega iets doen? Nee. We doen wel vaker uh, grotere... Uh, ...bedrijven of evenementen uh -huh. ondersteunen. Maar Goedeklaas uh, ja, Huis is de eerste keer. En we zijn er ook uh, ja, trots op om daarom mee te mogen werken. Dat is ja, toch een mooi evenement. Gefeliciteerd. Want ja, het is mooi dat, je, dat, dat ze dan jou uitkiezen om ja. dat, uh, dat te doen. Hè? Maar ja, dat, het moet ook allemaal goed verlopen. Het is 24 uur per dag economie op dat moment. Dus ja, het is heel belangrijk dat het allemaal uh, vlotjes verloopt. Bereikbaarheid moet goed zijn. Ja, beveiliging precies. moet goed zijn. Met name die beveiliging denk ik dat heel erg belangrijk is. Ook ja, maar... Ja, het gaat toch daar ook om redelijke bedragen. Ja. En, uh, ja, maar ook alle uh, gegevens uh, eromheen. Het moet gewoon goed, goed beveiligd zijn, ook al de materialen wat op zo'n hoofdkantoor uh, toch staan. En mm -hmm. ja, dat is mooi eigenlijk wat, wat Petit dan doet. Petit verbindt in alle opzichten mensen met elkaar. Uh, uh, het is, uh, je noemde het zelf uh, een oude slogan van jullie: techniek met hart. En dan is het eigenlijk heel stiekem toch techniek met hart voor mens, denk ik dan. Ja, precies. Dat is ook hetgene waar, waar wij ons in proberen te onderscheiden. Mm -hmm. Het menselijke stuk, ondanks dat het om techniek gaat, is toch ook daarin heel belangrijk. We hebben vertrouwen. Van de, van de klanten, van de personen waar we mee samenwerken, hebben we hard nodig om ons werk optimaal en goed te kunnen uitvoeren. Dus dat betekent inderdaad dat je een verbinding, een relatie nodig hebt met je, met je klanten. Dus nou dit evenement natuurlijk heel erg mooi, want ja, ja uh, de, de techniek, maar vooral de mensen. Het gaat om de mensen. De mensen moeten een goede gifte gaan doen, de mensen moeten de neuzen die kant op hebben. Dus wat dat betreft het is het een prima combinatie, denk ik. Ja. Komt Competitieve uh, Bind zelf nog in actie? Ja, we hebben zelf uh, hebben ook een mooie actie opgestart. Uh, we, wat natuurlijk een beetje aansluit bij, bij ons, uh, ja, onze diensten die we doen. Dus we zijn tweedehands oude mobiles aan het uh, verzamelen. Mm -hmm. En die willen we straks uh, gaan we die aanbieden aan een partner. Uh, maar het mooie is dat een aantal klanten van ons zich inmiddels ook bij onze actie hebben aangesloten. En dan hebben we bijvoorbeeld uh, Lady Lyme met een aantal filialen, mm. Humanitas, Paat uh, Accountants, BM Accountants kwam er vandaag wel bij. Mm. Dus ja, dat is uh, een hele mooie actie. En heel leuk om dat samen te doen. Dan mag je eigenlijk geen namen noemen, maar jij ja, noemt er twintig. Dus ach, wat maakt het uit dan? Dan is het allemaal niet meer zo spannend. Dan <laughs> kan het gewoon, hè? Ja, toch? Nee, maar goed, hoe, hoe werkt dat dan? Want dan ga ik naar jullie toe en dan zeg ik van, nou weet je wat, hier heb je mijn uh, oude mobiel, uh, samen maar in. Wat, wat gebeurt daarmee dan? Want er moet natuurlijk uiteindelijk geld binnenkomen. Aan, aan, aan ja. uh, 500.000 mobieltjes hebben ze bij wijze van spreken niet zoveel daar. Nee, wij verzamelen die uh, in en dan vervolgens bieden wij ze aan bij een uh, partner. En die partner die, die kan die onderdelen weer gebruiken voor refurbished nieuwe toestellen te maken. Mm -hmm. En daarom krijgen wij daar een bepaald bedrag voor. En dat bedrag gaan wij straks verzamelen en als donatie aanbieden bij het Glaashuis. Wauw. Ja, ik vind het een, een mooie actie. Mooi in het verlengde van je werk. Dus dat is eigenlijk helemaal uh, geweldig. Goh, wat, wat goed. Dat is een, dat is een mooi initiatief. En, en nu even nog, ja, bedoel, over een paar weken gaat het gebeuren. Ik denk dat ze ergens volgende week of de week daarna zeker gaan beginnen aan het bouwen van. Uh, wanneer, wanneer worden jullie ingezet? Is dat op een gegeven moment van jongens, de muren staan, jullie mogen komen of hoe werkt dat? Nou, het, uh, met name het, uh, de inzet van ons is binnen het hoofdkantoor. Uh -huh. Dus daar is met name de bereikbaarheid aan het callcenter en daar gebeuren de grootste activiteiten. En dus als mensen straks gaan bellen om geld te doneren, krijgen ze Anita van krucht aan de lijn. Dat is... <laughs> Toch? Nee, dat niet. dat niet. Maar wel een toestel van. Ja, nee, oké. Okay. Ja, Wee nee, helder. Ja, ik vind het geweldig uh, fijn dat jullie het mogen doen, maar ook een geweldige actie wat jullie uh, gaan doen. Dus uh, ja, roep, roep iedereen even op om mobieltjes in te leveren. Doe het maar. Nou, iedereen heeft uh, wel een, een extra mobieltje ergens nog liggen, wat hij toch niet meer gebruikt. Dus mijn verzoek is. Maakt niet uit wat het is. Het uh, maakt niet uit okay. wat voor een toestel het is, hoe oud het is, of hij het doet of niet meer doet. Hm? Breng hem bij ons naar de zaak of naar een van de andere namen die ik net niet mocht noemen, maar toch genoemd heb. <lacht> <lacht> Geef ze daar even af. En wij halen ze op. En wij zorgen dat het voor het goede doel terecht komt. Nou, je weet uh, dat ze zitten in nut. Dat meld ik dan ook maar even. En Petit verbindt alles. Zelfs je oude toestellen worden gewoon weer verbonden. Geen enkel probleem. <laughs> Anita, ik vond het erg leuk dat je daar was. Of je moet nog iets kwijt willen? Nee, ik vond het ook heel erg leuk om, te zijn en, om hier te zijn. En, ja, ik wil nogmaals iedereen, breng je oude mobieltje. Het is voor een goed doel.